De Kamer van Koophandel Midden-Nederland maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van Doorn en de gevolgen hiervan voor het ondernemersklimaat. Wij roepen provincie Utrecht en gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug op actie te ondernemen. Iedere werkdag staat 's ochtends en 's middags een enorme file op deze kruising tussen de N227 en de N225. Een verkeersopstopping die bezoekers en bewoners van dit dorp een doorn in het oog is. Soms sta je wel 10 minuten, kwartier te wachten. Het is echt vreselijk. Veel te smal, levensgevaarlijk. Ik ben al 2 keer bijna aangereden. En ontzettend vuil, denk ik. Hè? Als je hier 's middags deze tijd, dan gaat het stinken. Hè? Ik ben zelf geen ondernemer, maar ik denk wel dat de ondernemers hier ook wel last van hebben. Ik woon zelf hierboven en ik heb last van het verkeer, 's morgens vroeg al. De ondernemers van Doorn zijn de lange files en verkeersoverlast in het centrum meer dan beu. Met 2 ondernemers uit Doorn als passagier duiken we de file in. En zo kunt u zelf zien en horen wat de gevolgen zijn van de verkeersopstoppingen. Nou, we rijden bijna de file in nu. En het leek mij een aardig experiment om de stopwatch mee te laten lopen. Dus die ga ik nu indrukken zodra we stilstaan. Ja, we sluiten aan. Hij loopt. Eerst praat ik met Alain Ebrahimi. Nou Alain, dan zit je een keer in de file in plaats van dat je er tegenaan kijkt. Ja, is anders. Is wel anders. Jij hebt een restaurant hier op de kruising. Heb je nou veel last van die files en al die auto's die voor je deur staan? Daar hebben we zeker last van. Je hebt een zaak met een terras en dat moet normaliter een toegevoegde waarde zijn voor je bedrijf. En voor ons is dat juist geen toegevoegde waarde. Maar je raakt klant kwijt omdat dit soort trekkers bijna over jouw terras heen rijden. Ja. Maar alleen hoe kost het jou dan omzet? Kijk, als je alleen naar de zomermaanden kijkt, jouw terras is niet aantrekkelijk genoeg om te zitten. Dan heb je 100% omzetverlies. Ja. Per dag gezien. Alleen wat heb jij als ondernemer als boodschap naar de politiek? We zijn hier om een mooi bedrijf neer te zetten. En dat gaat zo niet lukken. Dat gaat niet lang duren zo. Als dit langer zo doorgaat, vertrek je dan als ondernemer uit Doorn? Dan ben ik genoodzaakt om te vertrekken. Ik denk van elke 2 keer dat ik hier kom, sta ik 1 keer in de file. En van die kant, en van die kant, en van die kant. Het is een hopeloos hier. Het zou mooi zijn als ze het een keer aandurven om het echt structureel op te pakken, want de hele wijk moet hier doorheen om naar Amersfoort te gaan. Nou, iets meer dan 5 minuten geleden heb ik de stopwatch ingedrukt. Nou, ik denk dat we zo nog maar 10 minuten bezig zijn of zo. Het is gewoon druk. Mijn tweede passagier is Ad Onstein. Maar wat is nou de belangrijkste klacht van ondernemers over die files, over die opstoppingen? Ja, de onleefbaarheid, het aanzicht van het dorp, het feit dat je, je komt zo'n dorp binnen, je staat in een file en je ruikt uitlaatgassen en je wil er eigenlijk zo snel mogelijk weer doorheen. Nou, als mensen hier hun auto niet parkeren om die winkels te komen bekijken, dan doen ze ook geen inkoop. Ja, daarnaast heb je natuurlijk de aanleverbedrijven die in de file moeten staan. Dus? Doe wat. Probeer door weer een schoon dorp te maken met niet zoveel uitlaatgassen. Nou, dit is de black spot, hè, in de groene zone. In de vakantie is het zo verschrikkelijk druk met toeristen dat ik denk dat het alleen maar slechter wordt en gevaarlijker eigenlijk. Heerlijk wonen. Maar het kruispunt bederft het in feite een beetje. Hè? Ik denk dat ze de plank net misgeslagen hebben hier. Nu zijn we bij het kruispunt in Doorn en de stopwatch staat op 16 minuten en 46 seconden. Dus we hebben er ruim een kwartier over gedaan. Elke dag staan hier op deze kruising zo'n 800 auto's in de file. En dat kan echt anders. De Kamer van Koophandel Midden-Nederland vraagt de politiek om meer daadkracht om de verkeersdrukte hier op te lossen. Zodat Doorn weer leefbaar wordt met schone lucht, een bereikbaar toeristisch dorpshart en een prima ondernemersklimaat, zodat iedereen weer kan genieten van die prachtige achtertuin van Doorn.